Eigenlijk hebben we World Cups Athletics Week. World Cups Athletic Day is zondag 7 mei. Maar we hebben er een week van gemaakt. We starten vandaag, 5. En we gaan door tot en met vrijdag 12 december. 12 mei. We zijn al een poosje bezig. Dit is maanden voorbereid. We hebben hier 5 scholen. 1 school heeft afgezegd, de Oranje School. We hebben de Gertrude School hier, de Wenzel, de Alwiches, de Stelin en de Gertrude. Nog de 5 scholen die hier zitten. Het zijn allemaal scholen van, uit de buurt van het AK-stadion. En we hebben dat vroegtijdig gecommuniceerd met de scholen. Nog, met Kids Athletic Day wil de World Athletics Bond het bewegen weer onder de kinderen introduceren. Zoals we weten, de jeugd is nu constant achter de laptop, achter de pc of achter de iPhone of een tablet. Maar met dit programma, is een programma van 2022 tot 2030, om dus naar een healthy society te gaan. Ja. En vandaag zijn we begonnen. We zijn met de kinderen, maar hiervoor hebben we eerst een aantal LO-leerkrachten opgeleid. Want het is Kids Athletics en dat die fost in play, maar eigenlijk in een modern jasje. Wij werken met leeftijdsgroepen. Dus we werken met 2 groepen, 6 tot en met 8 jaar en 9 tot en met 12 jaar. Dus dat is waaronder valt dus de Kids Athletics activiteiten. En zo hebben wij de scholen benaderd om dus per school 24 kinderen af te vaardigen. 12 in de leeftijdscategorie 6 tot en met 8 en 12, 9 tot en met 12. Toch, want het zijn spelletjes, je kan niet te veel kinderen bij zo'n station hebben. Dus vandaar dat we het beperkt hebben tot 24 kinderen per school. Nee, het stopt niet hier. Toch? We gaan dus morgen gaan we naar Para. En zondag zijn we weer hier en in Wanica. En volgende week vrijdag zijn we in Kommerwijnen. Hoeveel plezier beleeft u hier aan? Nou, zeker. Ik denk ook gelijk terug aan de jeugd. Toen wij spelletjes speelden, Fast in Place, het zijn ongeveer identieke spelletjes. Rondjes rennen, een dopje nemen, volgende station of je moet springen. Want binnen de atletiek heb je dan throw, jump en run. En dat zijn die spelletjes die we hier hebben. Toch? Dat je iets moet gooien, ze moeten rennen of ze moeten springen. Dat zijn altijd die spelletjes die wij vroeger ook deden. Dus je ziet ook hoe die kinderen genieten. Maar je merkt ook dat een aantal kinderen niet voldoende bewegen. Je merkt gelijk aan hun ademhaling. En dat willen wij kijken wat voor ondersteuning wij als bond kunnen geven. Maar wij als bond gaan dat niet alleen kunnen. Toch, dus gaan we kijken wat voor ondersteuning krijgen wij vanuit de overheid, vanuit sportzaken. Om toch weer echt het bewegen, het sporten, onder eigenlijk alle categorieën wat kinderen betreft, te introduceren. Wij als bond kunnen dat niet altijd doen, omdat wij ook onze normale activiteiten hebben. Maar omdat wij dus de leerkrachten opleiden met de spelletjes, we kunnen ook de materialen verstrekken, dan kunnen zij dat zelf doen. Toch, want je hebt eigenlijk niet veel nodig. Je hebt een veld nodig, je zet de spelletjes uit en de kinderen kunnen dan aan de slag. Zoals het hier is ingedeeld, we hebben 1 sectie voor de 6 tot 8-jarigen en een andere sectie voor de 9 tot 12-jarigen. En per sectie, als ik me niet vergis, zijn er 6 spelletjes, 6 stations. Ja. En de kinderen gaan van station tot station tot ze die 6 hebben afgewerkt. Ja. De liefde voor sport en de liefde voor die kinderen. Ja, ik wil ook dus dat die kinderen echt bewegen, dat die kinderen bezig zijn. Alles behalve internet en tablets en dat soort dingen. Maar gewoon echt bewegen, fysiek bezig zijn. 1, 2, 3, Die leerkrachten zijn getraind geworden, want je moet getraind zijn voordat je dit kan doen met die kinderen. Dus die training gaat door. We gaan ergens in juli gaan we dus naar Nikeri om ook die leerkrachten daar te trainen. En dan gaan we het ook voortzetten in Nikeri en kijken welke districten we nog kunnen bereiken. Ik zeg, kijk, we moeten zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid geven. U mag wel supporters meenemen als u wil. Dus vandaar dat ze hier zitten. Wensenschool wilde ook zo graag meer kinderen inschrijven. Maar ja, we moeten selecteren. In het vervolg zullen we kijken om veel meer kinderen te accommoderen. Maar daar hebben we ook veel meer sportleiders, leerkrachten, die training hebben gevolgd.